Wij wilden een Staatse kopie uit ongeveer het jaar 1600. Nou, dit kasteel is gebouwd in 1550. Nou, we zijn hier om een garnizoen uit te beelden uit de 80-jarige oorlog. Een staatsgarnizoen. En we gaan straks exerceren met de hele kopie, met de hele groep. Dus voor ons een ideale parklocatie tot het kasteel. Authentiek is, ook voor onze uitbeelding. Liever bereid voor geschiedenis en dergelijke. En ik kon een keer mee met vrienden en ben ik maar gebleven. Ik ben met mijn vriend meegekomen, denk zo 4, 5 jaar terug. Echt een prachtige hobby, waar je alles in kwijt kan eigenlijk. Creativiteit tot aan bezig zijn met geschiedenis. Ik ben kampvolger, dat houdt in dat ik ben te oud om al die rotsen te dragen. Ik heb 25 jaar lang Romeins gedragen, harnassen. 20 jaar lang Napoleon, die zware rugzakken. En dit is voor mij wat simpeler. En het leuke van kampvolger is dat ik alle meisjes om me heen heb. En ik hou van vrouwen. Dus dan pak ik het al gelijk even mooi mee. Ik blijf er wel vanaf, want thuis eet ik. De handelingen moeten perfect lopen. Dus als wij in een situatie komen dat we de vijand tegenkomen, moet het als een geoliede machine allemaal lopen. Ja, ik ben mijn houtdegen aan het omhangen en het is een beetje lastig, maar het is al gelukt. Zoals je ziet, dan hangt hij aan een haakje. In principe zorg ik ervoor dat de mannen gereed zijn. Sergeant geeft bijvoorbeeld aan mij door het opstaan bijvoorbeeld een bepaalde tromgeroffel voor. Of ja, waar we nou mee bezig zijn met het klaarmaken, speciaal signaal hebben we daarvoor. Welke ik dan op de trommel doe.